Yodo staat voor You Only Die Once. En is een workshop waarin je eigenlijk in 3 rondes je eigen uitvaart gaat ontwerpen. En dat pak ik dan aan op een hele ironische manier eigenlijk. Maar het standpunt wat ik daarmee probeer te maken is dat we vaker het gesprek over de dood mogen beginnen met elkaar. En dat het niet iets is waar we zo ongelooflijk krampachtig over hoeven te doen. Wat naar mijn idee nu heel erg voorkomt. En dat is eigenlijk wat ik probeer duidelijk te maken met de workshop. Ik merk heel erg dat de uitvaarten die ik heb meegemaakt, met alle respect, heel erg volgens hetzelfde boekje gaan. Er is altijd een bepaald soort stramien waarin een uitvaart plaatsvindt. En ik zou nooit willen dat mijn uitvaart op die manier eruit ziet. En ik gebruik altijd de referentie met bruiloften en gender reveal parties. Dat is iets wat we jaren van tevoren kunnen plannen. Maar onze uitvaart, daar denken we nooit echt over na. Dat doen we gewoon maar zoals we het gewend zijn. Terwijl we allemaal zo verschillend zijn. En het toch de laatste herinnering is die je aan je nabestaanden meegeeft. Dus dat is een beetje waar ik me dan heel erg aan stoor. En dan wil ik dat aanpassen voor mezelf. En iets aanbieden waardoor mensen misschien ook op zo'n gedachte kunnen komen. Praktisch gezien heb ik eerst gekeken naar wat er allemaal al bestond. Dus wat zijn de manieren waarop we onze uitvaartwensen kunnen vastleggen. Daar is eigenlijk maar één manier voor en dat is een wensenlijst van een Dela of een Minuta. En die kan je uitprinten en dan kan je die invulling kun je terugsturen of gewoon zelf bewaren. En eigenlijk concludeerde ik voor mezelf al meteen, dat is niet de manier waarop je zoiets persoonlijk zou moeten bespreken. Natuurlijk kan je ook zo'n formulier met je naaste bespreken, maar ik denk dat het veel beter is om dat in een interactieve vorm te doen. En toen ben ik dus die interactieve vormen gaan onderzoeken. Dus ik heb verschillende rollen aangenomen. Dus ik heb mezelf geplaatst in een soort van creatieve psycholoog, therapeut rol geplaatst. En uiteindelijk dus tot de conclusie gekomen dat de workshopgever daarin het ideale middel is eigenlijk om te gebruiken. Ik merk ook wel in het begin dat mensen een beetje ongemakkelijk zijn misschien. Maar ik ben in de workshop ook wel. Ik bied ook heel veel ruimte om gewoon te kunnen te zeggen wat je wil. En het is niet alleen maar één grote grap. Het ziet er misschien uit als een heel theatraal, ironisch stuk. Maar als je het meemaakt, dan denk ik dat er een hele veilige space ontstaat waarin je gewoon open en eerlijk kan zijn. Laatst vertelde dus iemand kan wel een voorbeeld gebruiken dat iemand had een uitvaart meegemaakt van een vriendin en die lag in de kist met een jurk aan. Terwijl zij nooit jurken droeg. En dat was dus voor haar heel erg storend van dat is helemaal niet hoe zij was. En als dat eenmaal was besproken of was vastgesteld, dan had je die frustratie denk ik niet gehad. En als een uitvaart gaat op de manier zoals je weet dat iemand het gewild had, dat biedt ook zoveel rust in het rouwproces. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Ik denk dat uitvaartwensen gewoon niet iets is wat je eenmaal in een formulier opschrijft en bewaart in een envelop in je nachtkastje. Maar iets is wat gewoon om de 5 jaar bijvoorbeeld veranderd kan worden. En dat je er gewoon even bij pakt en met je vrienden of met je familie aan tafel met een lekker borrelplankje kan bespreken zonder dat zo zwaar en emotioneel hoeft te zijn. Natuurlijk, het is een emotioneel onderwerp en er komt emotie bij kijken, maar ik denk dat het heel erg mee gaat vallen als je het er eens een keer over hebt met je vrienden of familie.